Waarom is er geen nationale steun voor Groningen vanwege de aardbevingsproblematiek? Dat vraagt de Partij van de Arbeid in de gemeente Groningen zich af. Volgens waarnemend fractievoorzitter Sebastiaan Rudijs komt Groningen er met alleen een aardbevingscoördinator nu bekaaid van af. De partij vindt daarom dat er een nationaal plan moet komen om de problematiek aan te pakken. Dat plan komt niet zomaar uit de lucht vallen. We hebben eigenlijk geconstateerd dat er iets geks aan de hand is. We hebben een watersnoodramp gehad in Nederland en toen kregen we de deltawerken. In de jaren 90 hebben we grote problemen gehad met de waterhoogte in de rivieren, in Gelderland en omgeving. En toen kwam er een nationaal plan om de dijken te versterken. En nu zijn we al jarenlang bezig in Groningen met de aardbevingsproblematiek. En we hebben een nationaal coördinator, we hebben geen nationaal plan. En toen zeiden wij van, kijk, we hebben nou een aantal regelingen die zo slecht functioneren. Als je een nationaal plan hebt, waarbij je ook ziet dat de Rijksoverheid een gemeenschappelijk doel onderschrijft. En dat doel is gewoon dat Groningers veilig en prettig kunnen wonen zonder angst en zonder scheuren in hun huizen. Als je die overheid achter één plan krijgt, dan gaat het misschien wat sneller. Want we zien dat al die regelingen die we hebben, die lopen ongelooflijk vast in bureaucratie en in vertraging en gezeuren over wie de kosten moet betalen. Nou, moet er zo'n plan komen volgens de PvdA Groningen? Wat moet daar dan in staan? Nou, in ieder geval een gemeenschappelijk gedragen doel. Want nu hebben we een Rijksoverheid die zegt, hè, dat is het ministerie van EZ, die samenwerkt met de NAM, van ja, het is ook wel heel prettig dat er gaswinning is, want gas is belangrijk voor Nederland. Het is ook heel prettig dat de miljarden de schatkisten inlopen. En oh ja, de Groningers, daar hebben we ook nog een beetje zorgplicht voor. Dus een nationaal plan heeft een gemeenschappelijk gedragen doel, dat het eerste doel is de veiligheid en het comfort en gewoon de kwaliteit van leven van alle Groningers hier. Het gemeentebestuur en de Rijksoverheid zitten morgenavond aan tafel voor een belangrijk overleg over de aanpak van de aardbevingsproblematiek. Rudijs vindt dat de Groningse bestuurders daar een werkend nationaal plan moeten eisen. Het is belangrijk dat we met z'n allen constateren dat de boel vastloopt. Die regelingen waar we het over hebben, die zijn zo ingewikkeld, die gaan zo traag. De opgave, de problematiek is veel te groot. Dus dat besef moet echt komen, dat we nu echt moeten doorpakken. Er was sprake van dat er een meerjarenprogramma zou komen. Dat is weer uitgesteld, want en er kwam een nieuw kabinet en het is allemaal zo ingewikkeld. Ja, praten. Er moet echt wat gebeuren. Dus ik hoop van harte en ik vertrouw er ook op dat onze wethouder uit dit college, uit de stad Groningen, ook ontzettend zijn best gaat doen om echt zaken te doen en echt te zorgen dat er morgen afgesproken wordt dat er nu wat gaat gebeuren.